I mean, that's the whole season. What's up? What's up? What's up? What's up? Gang, 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 gang. This is Benir, my G, my nigga. Amengs. Maxima Menga. You wait, Salif. Salif, bro. Salif, man. Ah, Maxima Menga, 19 jaar. Ah! 19 jaar. Young boy. Young boy, snap je? Ah, ik ken mijn nigga hier al van Way back. We hebben samen gestreden. We zijn liever niks strijders. Geen naam. Strijders van Piet. Dat is van, je weet zelf. Alleen de echte weten, snap je? Alleen de echte weten het. Dus deze is mijn nigga echt. We hebben elkaar lang niet gezien. Dus we hebben afgesproken hier in zijn hometown iets gaan eten. Maar bon, we hebben een berichtje gekregen hier. Daar gaat de video over, dat weten jullie. Tuurlijk. Ik ga het eventjes voor je voorlezen. De titel is, is dit cheaten? That's the question. Is dit cheaten? Ik ga het eventjes voorlezen. Dus, ik heb gekust met een andere meisje kort, tussen aanhalingstekens, kort nadat mijn relatie is geëindigd. Blijkbaar is dit uitgekomen tot bij de oren van mijn vriendin slash ex. Oké. En word ik door iedereen bestempeld als een cheater. Maar is dit wel zo? Shit. Eerste indruk. Wat is je eerste indruk, man? Ik denk het niet. Waarom? Ja, eerste officieel, indruk. Officieel gezien ben je geen cheater. Het is uit. Officieel is het uit. Snap je? Dus uiteindelijk, van het moment dat het uit is, door de mensen in de relatie natuurlijk. Yeah. Als de jongen of het meisje in dit geval heeft gezegd het is uit, het is gedaan. Uiteindelijk heeft de persoon free pass. Snap je? Free pass, ja, het is dat. Ik bedoel, jullie maakt het uit, dat is mutueel. Dus beide, zolang, kijk, als één iemand niet meer in relatie wilt zitten en het is afgesproken dat jullie niet meer samen zijn, is het gewoon klaar, snap je? Voilà, dus dan mag jij in principe je ding doen en mag zij ook haar ding doen. Nu, ik denk eerder dat je ex dan hardbroken is. Door het feit dat hij zo snel heeft geswitcht op haar. Snap je? Ik denk ook het ding is, de mensen die hebben gezien dat je hebt gekust met een ander meisje, het publiek wist niet dat het uit was. Dus misschien is dat niet goed gecommuniceerd, want jij bent waarschijnlijk in de club. Of ik weet niet waar jij was aan het vies doen met die kleine chick daar. Hè? Dus jij was daar, ik zie jij doet die chick binnen. Die mensen zien dat ze denken, hé, was die guy niet met... Hoe dan? Snap je? Wat is de situatie? Voilà. Snap je? Die mensen weten dat niet, dus waarschijnlijk met de dag van vandaag via de gsm kan het heel snel gaan, tweet, tweet, tweet. En het komt bij je vriendin of bij je ex terecht en zij... Ja, die mensen weten dat niet, dus zij denken waarschijnlijk wel... Zij profiteert van de situatie om u in een slecht daglicht te zetten. Daarom. Zodat zij zich een beetje beter gaan voelen. Daarom. Maar kijk, ik denk, het feit dat je vriendin op die manier reageert, hè, heeft dus volgens mij te maken met het feit dat zij had waarschijnlijk andere verwachtingen. Kijk, het is uit tussen jullie twee. Maar ik denk persoonlijk dat zij verwachten dat je, ik weet niet, dat jullie op een of andere manier moeite gingen doen om het terug goed te maken, snap je? Maar dat heb jij niet gedaan, want jij gaat gewoon, jij moved on, snap je? Je gaat verder, je gaat direct naar een andere teammate, wat ook perfect normaal is. Je moet doen wat je zelf wilt. Maar zij had andere verwachtingen daarvan. Dus zij dacht van, oké, we gaan een beetje huilen en dan komen ze terug samen. Van, oh my god, baby, ik mis je, dit en dat, dit en dat, dit en dat. Alles is terug goed, maar jij zit gewoon je ding te doen met een andere meid. Dat komt hard aan, snap je? En het is waarschijnlijk ook daarom dat... Dat is het ding ook, want ik denk ook wel, de mensen die uit een relatie gaan... Ja. Eerste ding dat door het meisje haar hoofd gaat, is altijd van, ja, eerste dag is gepraat niet tegen elkaar, maar uiteindelijk raken jullie terug in contact. Daarom. En, ik denk dat zij wat meer tijd laten overgaan. Zo, laten we er eventjes wat tijd over gaan. En dan gaan we terug praten en wie weet komt het goed, snap je? Mm. Maar aangezien dat de shit dat je hebt gedaan gebeurd is, hij switcht zo op mij. Dus snap je? Dat is ook begrijpelijk dat zij u bestempelen als een cheater natuurlijk. Want uiteindelijk, na een relatie, eerste meisjes gaan niet bepaald direct zeggen van kijk, het is gedaan. Yeah. Sommige meisjes, niet iedereen natuurlijk, die gaan niet bepaald direct zeggen, het is gedaan, ik kan mijn ding doen. Niet iedereen is zo. Yeah. En in uw geval was dat dus zo. Je vriendin, denk niet dat uw vriendin eigenlijk echt zei tegen haarzelf van oké, het is gedaan. Yeah. Want tegenwoordig, in een relatie, het is gedaan. Je hebt zo die grijze fase. Je hebt die grijze fase, die overgangsfase. Dus die relatie is gedaan. Maar als je iets doet met andere chick, want dan ga ik je pakken. Snap je? Ja. Dus die grijze fase, de relatie is gedaan, maar... Er is nog steeds die fysieke contact, snap je? Ja, het contact is er nog zo van, wow, zo van, hey, we got history. Zo van, voilà. Dus durf niet direct een andere chick aan kaarten, want anders... Want uiteindelijk, je naam gaat sowieso slecht gemaakt worden als je zoiets doet. En dat is fucked up. Want kijk, we gaan eerlijk zijn, ik ga het 100 houden met hem. Ik weet niet of dat ook uw mening is, maar dus kijk, maar voel je niet slecht. Het is jammer voor haar, maar in principe, in theorie, heb zij niks verkeerd gedaan. Snap je? De relatie was klaar. Je hebt niet gecheat, je bent ook geen cheater. En de mensen die jou een cheater noemen, denk niet dat ze weten wat de definitie van is. Maar ik denk ook niet gewoon... En dat ze niet op de hoogte zijn van... Ik ken het verhaal niet echt. Van de situatie.
van de situatie. Nee, ik heb dezelfde mening, maar enkel, ja, ik begrijp het meisje wel, want ja, dat kan heel pijnlijk zijn. Dat kan hard aankomen. Want uiteindelijk, wanneer je een relatie gedaan is, betekent ook niet dat de gevoelens ook meteen weg zijn. Dus dat, dat is eigenlijk, yeah. Het ding is, het is een gevoel van cheaten, waarom? Omdat je nog van die guy houdt. Sowieso. Als je van die guy houdt. Dus dat, man, draai het om. Stel, zij was de chick, zij ging meteen met een andere guy, wat misschien gebeurd is, maar niemand weet het, hè. Mm-hmm. Oké. Stel, zij gaat met een andere guy, en jij zegt van, zweer, je bent nu al met een andere, voilà. Mijn andere guy, wat een slut. Ze gaat zeggen, oh, maar het was toch echt. Voilà. En dan gaat geen enkele van, hun, van haar vriendinnen zeggen van, je bent, snap je? Niemand gaat iets zeggen. Inderdaad, je moet dus soms daarom, die rol eens omdraaien, dus om te daar, kijken hoe jij je zou voelen in die situatie natuurlijk. Precies. Snap je? We hebben dezelfde mening, denk ik. Hè? Ja, ik denk wel dat we dezelfde. Omdat het gewoon de realiteit is. Oké, wij zijn, nee, het is gewoon zo. Maar uiteindelijk moet ook denken, vroeger, welle, we zijn ook oud, snap je? We zijn geen kindjes meer eigenlijk uiteindelijk. Dus je moet ook zo'n ding, no Mickey Mouse business. Voilà, shit moet je verwachten, snap je wat ik bedoel? Zo'n ding moet je verwachten. We zijn 20, ik weet niet hoe oud. Sommige mensen zijn er wat volwassen mee. Voilà, mensen zijn er wel volwassen, die handelen anders. Snap je wat ik bedoel? Wanneer, misschien hebben ze ook geen tijd om te verliezen, om die grijze fase door mee te maken. Maar die grijze fase is ook bullshit, man. Zo is bullshit. Kijk, het ding is eerlijk gezegd. Het is gedaan of het is gaande, snap je wat ik bedoel? Het is of het is klaar of het is niet klaar. Tenzij dat ze effectief hebben gezegd, kijk, we gaan een grijze fase in. Snap je wat ik bedoel? Want je hebt mensen die dat doen, hè? Wat? Kijk, je hebt mensen die dat doen. Dus die zitten in een relatie, gezien, relatie is een beetje koud aan het worden, snap je? Uh-huh. Zeggen ze van, kijk, we nemen een pauze. Hey, wat is die pauze? Ja, ga een andere guy pijpen. Ik ga een andere chick eventjes kaatsen. Nee. Wat? Is dat de grijze fase? Ik zeg u eerlijk. Ik heb al gezien dat mensen effectief zeggen, kijk, we gaan in pauze. Maar uiteindelijk, die pauze, dat is ook eigenlijk een onderwerp om over te praten, want een pauze is eigenlijk nooit echt een pauze. Een pauze is eigenlijk om te zeggen, het is gedaan, maar je mocht niks doen. Snap je wat ik bedoel? Maar die pauze, ik snap die pauze. Die pauze is eigenlijk die grijze fase, snap je wat ik bedoel? Ja. Die pauze is eigenlijk die grijze fase, want je hebt mensen die dan afspreken, zo gezegd, om te zeggen, maar kijk, het is gedaan, maar het is niet gedaan. Snap je wat ik bedoel? Het is gedaan, maar het is, dat is die grijze fase. Maar het probleem, nu weet ik niet wat er effectief gezegd is geweest tussen die twee mensen. Ja, we hebben niet veel informatie. Je hebt niet veel informatie gegeven, bro. Dus wij moeten het doen met wat je ons hebt gegeven, snap je? Dus het ding maar is ook, nee, ik denk echt, het is aan of het is niet aan. Voilà. Of het is klaar of het is niet klaar. Als het uit is, is het uit. Wat je wel kan doen, is dat je tegen elkaar zegt van oké, we moeten misschien wat meer afstand, we gaan elkaar wat meer afstand geven. Mm-hmm. Misschien wat minder babbelen. En dan ook afspreken van oké, blijven, ga je met andere mensen praten, ja of nee? Niet, snap je? Voilà. Dat moet gewoon duidelijk afgesproken zijn. Maar ik denk, aan het bericht dat jij ons hebt gestuurd, is het duidelijk van oké, het was klaar. Het is je ex. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb je free pass. Je hebt je free pass, man. Dus je moet je zeker niet slecht voelen. Moet je daar niet slecht bij voelen. En dat zegt eerder dus meer, voor, dat zegt meer over ten eerste je ex en haar entourage. Dat zij daar een hele drama over maken, want dat is eigenlijk onnodig. Dat hoeft echt niet. Dat is niet bepaald, hoe zeg je dat, volwassen? Niet volwassen. Maar ik denk nu ook wat belangrijk is, je moet zien hoe ver raakt het je. Mm-hmm. Wilt je er effectief, doet dat je iets, het feit dat je ex zogezegd gekwetst is nu of boos is of zo. Mm-hmm. Moet zien, want veel mensen ook, stel dat je uit een relatie stapt. Je eerste reactie is vaak, oké, ja, ik ga snel iemand anders vinden. En, you know, om je bezig te houden. Om je bezig te houden, om die pijn te verwerken. Maar daarna kun je ook ineens zo terug die reality check krijgen van, shit, wat heb ik gedaan? Eigenlijk wil ik dit echt niet. Eigenlijk wil ik gewoon terug met mijn meisje zijn. Of eigenlijk wil ik echt terug met mijn boy zijn. Dat is ook het verschil tussen een meisje en jongen. Een meisje gaat dat eerst hebben. Yeah. En een jongen gaat dat pas daarna hebben. Hey, snap je? Maar nee, nu ben je gevaarlijke dingen aan het zeggen. Want, ik heb meisjes gezien die, het is klaar, ze gaan direct naar een, want dat is, die vriendinnen zeggen dat altijd, toch? Het is het, dat is het, toch waar? Die vriendinnen. Hoe season? Nee, dat is. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar want de vriendinnen van je ex, ze gaan sowieso zeggen van, er zijn zoveel andere jongens, ga gewoon, kom mee uit. We gaan naar Red in Blue. Snap je wat ik bedoel? Het is gewoon belangrijk, kijk, als advies ten eerste, mm-hmm. Want we gaan hem advies geven. Wat ik zou doen is, kijk, maak voor jezelf duidelijk van, oké, doet het jou iets? Je bent met een andere meisje geweest, je hebt gekust, je hebt gedaan wat je hebt gedaan, bla bla. Wat heeft dat met je gedaan? Mm-hmm. Heb je eerder het gevoel van, oké, ja, snel weer, oké, move on. Of heb je eerder het gevoel gehad van, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik wil eigenlijk terug naar die meid gaan. Snap je wat ik bedoel? Want het is niet te laat. Je kunt sowieso je relatie nog, of de relatie die je had, nog redden. Dat kan altijd. Dus het is niet te laat. Het is belangrijk dat je eigenlijk een beetje, ziet van, oké, wat wil je ermee doen? Ben je er volledig over je ex? Of wil je terug? Dat is voor mij het belangrijkste. En daarnaast gewoon, mensen gaan sowieso praten. Dus daarmee moet je sowieso doen wat je, laat dat. Skip dat gewoon. Mensen gaan sowieso praten. Het is belangrijk wat jij voelt. En als wat jij voelt je ex is, dan moet je er terug
contact te maken. Maar sowieso ook, ik zou het wat tijd geven. Want sowieso, het is naar relatie... Het is een beetje warm. Laten we zeggen, het is een beetje warm. Precies. Laat er een beetje tijd tussen, zodat alles een beetje afkoelt. Klopt. En wat je ook zou moeten doen, is gewoon simpel communiceren met je ex. Snap je? Je zegt gewoon het verhaal wat er effectief is gebeurd. Mm-hmm. Want sowieso, mensen hebben dat misschien gezien en gaan een totaal ander verhaal vertellen. Snap je? Je kent dat wel. Oh, hij heeft dit en dat gedaan. Orke, dat was eigenlijk iets simpels. Snap je wat ik bedoel? Misschien heeft dat meisje zelf u gekuurd. Snap je wat ik bedoel? Dus eerst wat je moet doen, is sowieso communiceren met je ex. Yeah. En zeggen wat de situatie is. Snap je? Mm-hmm. Is het effectief gedaan? Of zien we nog een toekomst met elkaar? Snap je wat ik bedoel? En zij moet ook gewoon 100 zijn. Snap je? Voilà, snap je? Ze moet ook gewoon eerlijk zijn. Van, je moet er een beetje tijd tussen laten. Want wanneer dat je hardbroken bent, denk ik toch, wat ik zelf heb meegemaakt, is je denkt niet helder na. Snap je wat ik bedoel? Je denkt niet helder na. Je gaat meteen zeggen, maar nee, ik wil je nog hebben. Maar eigenlijk wil je hem niet, maar omdat je hardbroken was, wil je niet dat hij naar een ander meisje gaat. Snap je wat ik bedoel? Precies, jij wilt haar niet loslaten. Jij wilt niet dat ze een andere guy wil. Voilà, waar ze alles wat zij voor u deed, gaat ze dan voor hem doen. Voilà, dus laat er sowieso een beetje tijd tussen. Snap je? Laat er een beetje tijd tussen. Praat met je ex. Maar ik zou me niet slecht voelen. Laat er wat tijd tussen. Communiceer. Dat is het belangrijkste. Communicatie is altijd key. Snap je? Praat erover. Mm. En, maak jezelf geen druk. Mensen praten sowieso. Snap je? Mensen praten over alles. Zelfs als je nu, ik weet niet wat hebt gedaan. Mensen gaan sowieso praten. Dus 22, we denken niet meer na over wat anderen zeggen over u. 22 moet een andere mindset hebben. Dus daarom doe gewoon je ding. Snap je? Maar denk erover na. En je moet zeker zijn. Wees bezig. Voilà, vind wees een bezigheid. Werk goed voor school. Ga naar de gym. Voilà, sport een beetje. Snap je? Dat je mindset. Wees met andere dingen bezig. En daarnaast in de achterhoofd denk na over je relatie die je had. Niet direct te wild beslissingen gaan maken van oh, ik wil terug rustig. Laat er wat tijd over gaan. Denk erover na. Praat met je boys. En dan komt het in orde, man. Geen overhaaste beslissingen maken. Zeker, man. Snap je? Succes, bro. Shut up. Thanks.